Welkom bij Delhaize Biggest Cooking Event. 200 mensen die gaan hier zo meteen alles in het werk stellen om een delicieus dessertje op tafel te toveren. En dat wordt gemarineerde ananas met witte chocomousse. Het is een ideetje van Peter Goossens. Ik zou zeggen, laat het u smaken. Dus wat gaan we hier doen? We gaan gewoon al de ingrediënten in onze keukenrobot plaatsen. Ja, mag je niet zeggen hoor. Dus we hebben onze rietsuiker. Dus de suiker doet je daarin. De boter, die ligt afgewogen. Ook het recept staat op jullie andere fiche. Daar komt dan ook bij de bloem. En dan hebben we hier nog het gemberpoeder. En dan, wat gaan we daar nog bij doen? Ja, je ziet daar ook een citroen bij liggen. Jullie hebben ook een rasp. En nu gaan we een klein beetje zesten nog bij onze massa doen, om dat dan laten mee te kutteren. En hier is de bedoeling dat je juist een beetje het geel neemt en niet het wit. En dit, nu komen alle etherische oliën komen vrij en dat geeft ongelooflijke parfums. Maar dan gewoon op puls, enkele keren puls geven. Ja, ze zijn mee, ze. En het werkt, hè? Ze zijn mee, ja. Dus gewoon even kijken, voor te zien dat er nergens boter aan vasthangt. Even gewoon losroeren. En dan terug. Het deksel daarop. En nog enkele pulsen geven. Ah ja. Voilà. En dan gaan we er ook nog toevoegen. Een beetje zout. Een draai of drie zout, dat mag erbij, dat geeft altijd zo'n pittige smaak in jullie crumble. En mag dat gewoon keukenzout zijn of liefst gewoon, zo? Gewoon keukenzout is ook goed. Of een beetje van dat zeezout. Ja. Voilà, en meer moet je daar nu niet mee doen. We gaan dat eruit halen. Laat ook jullie deksel een klein beetje afkuisen. Dat hebben we straks nog nodig. En dan onder jullie tafel vinden jullie van die aluminiumen barketjes. En daar gaan we dat in doen. Ziet je, normaal gezien is die pot, is daar niets niet aan. Die crumble is klaar. Die zetten we even langs de kant. Dus we hebben nu onze crumble. Nu gaan we beginnen met onze mousse van chocolade. Jullie hebben allemaal al een pot opstaan met water, denk ik. Dus die mengkom en die plaats je op dat water. Dat is een bain-marie dat we gaan maken. Au bain-marie. Au bain-marie. Ja. Dat is ook een woord voor de woordenboek. Ja, au bain-marie. Dus wat gaan we nu in die bain-marie doen? We gaan die chocolade daarin smelten. Jullie hebben nu witte chocolade liggen. Ja. Die breekt geen brokjes. Niet te groot. En je doet dat in die mengkom. Ja. Eventueel kun je dat ook, als je dat thuis doet, smelten in de micro. Dat kan geen kwaad. Dus dat laten we gewoon smelten. Dus ook als je dat in de micro smelt, zet dat niet 4 minuten op 1000 watt, want dan ga je van die brokjes chocolade al hebben. Ja. Dus crumble noemen we. We gaan dat mooi crumble van chocolade direct. Dus dat laten we gewoon smelten. Ondertussen, wat gaan we doen? Jullie vinden daar ook 2 gelatineblaadjes. We gaan die gewoon weken, altijd in koud water. Gelatine nooit in warm water. Dus daar doe je gewoon een klein beetje water op. Je laat dat enkele minuutjes liggen en je gaat zien, dat wordt volledig slap. Ja. En dan is de bedoeling dat je gelatine gaat smelten. Ja. Dus dat laten we nu gewoon een klein beetje weken. En straks gaat je dat zien. Dus dat wordt zo blubbelig. Ja. Dus dat is 1. En wat gaan we nu nog doen? Dat moeten we nu eerst doen. Dat is onze room opkloppen. Dus onze room moet ijskoud zijn. En we hebben daarvoor nodig... We hebben daarvoor nodig een 180 gram room. Dus er zijn hier potjes van een 225 milliliter. Dus laat er nog een klein beetje in. Dus je schudt dat eerst even op. Het is stilletjes in de zaal. Ik denk dat de mensen zich uitermate concentreren. Hè? En dan doen we die room in onze mengkom. Ja. We laten er ongeveer... Ja. Klein beetje daarin. Zo. Dat is ook zo'n kippenkont. En dan gaan we dat opkloppen. Ja.
Dus wat is nu de bedoeling? Als je room opklopt, moet je niet in een 8 gaan slaan. Niet in een 8? Niet in een 8. Als je een emulsie zo smaakt, moet je in een 8 kloppen. Ja. Als je room opklopt, moet je er lucht in kloppen. En niet roeren, maar echt lucht gaan inkloppen. Zo moet die room zijn. Ziet je, dat is nog geen room. Even laten zien. Hè. Om te spuiten, daarvoor is die nog niet dik genoeg, maar er is ook geen half opgeklopte room. Dat is tussen die twee. Want straks moeten we die room nog gaan vermengen met onze chocolade. En als je daar dan nog te veel moet in roeren, dan klopt je in feite verder. Ja. Dus de room gaat nu in een aluminiumbakje. En wat gaan we dan doen? In onze mengkom, daar gaan we twee dooiers in doen. Dus twee jullie hebben twee eitjes liggen. Oh. Zelden zo schoon een ei zien gebroken worden. Hoor. Is het waar? Ja. Als je zo een paar honderdduizend gebroken hebt, gaat dat wel lukken. Ja. Dus we hebben onze eierdooiers. Die gaan we even losroeren. En dan vind je daar ook de suiker. Dat klein potje suiker. En dat gaat dan bij de eierdooiers. Voilà. En dan gaan we dat mengen. Goed losmengen. En als je suiker bijvoorbeeld zo op de eierdooiers laat liggen, gaat dat verbranden. Stel dat zout. Dus dat brandt die dooier kapot en dat geeft de binding minder. Ja, ja. Dus nu is de bedoeling van even een klein beetje los te kloppen, dat die suiker zich kan vermengen met de dooiers. En dan zie je daar ook een vanillestok. Het vanillestokje. Het vanillestokje. En dat gaan we gewoon in twee snijden en dan het merg eruit halen. Dus we snijden die vanillestok overlangs. Denk erom, hè. Er was maar één plakker in huis. Hè. Zo. En dan met het mes haalt je het merg daaruit. Ah, en ze noemen dat merg. Merg, ja. Het merg van een vanillestok. Ja. Dus hier, dat merg daarbij. Ja. Ja. Dus ook, die stokken doet dat niet weg. Steek dat in suiker, dan heb je vanillesuiker. Hè. Ja, kijk, we leren bij. Dat gaat ook in je kookboek. Voilà. En dat gaan we goed losroeren. Ziet je nu hoe zwart dat wordt? Ja. Dat zijn al die puntjes van hier, die daarin zitten. En dat geeft een ongelooflijke smaak. We hebben onze chocolade. Die is ondertussen gesmolten. Die mocht je van je pan nemen. De chocolade die gesmolten is van het warm waterbad. Ja. En laat dat water gewoon weggieten. Ondertussen hebben jullie gelatine. Je ziet nu, die is geweekt. En dat is waarschijnlijk dat bij je mama gebeurd is. Ze heeft dat er zo in gedaan. Ja, ja dan, dat was het. Dan blijft daar dan ook zo in zitten. Hè? Dat stijft dus weer op. Hè? Het was niet te eten. Ah, nee, dat is een beetje rubberachtig. Hè, dan. Ja. Dus ja, wat gaan we nu doen? We hebben onze pan die terug is. En je hebt hier nog een klein beetje room in uw flesje staan. Een klein beetje. Hè? Dat doet in uw pan. Dat gaan we opwarmen en daar gaan we onze gelatine in smelten. Kijk, dat ga je ook zien. Je knipt dat een beetje uit dat het water daaruit is. Dat water hebben we niet nodig, dat heeft weinig smaak. Dan gaan we dat gewoon... Ziet je, die gelatine is volledig gesmolten in jullie room. Hè? Het is wel belangrijk dat die mooi gesmolten is. Dat daar geen brokjes meer in zitten. Ja? En nu moet je goed opletten, want nu moet allemaal een beetje in tempo. Want op het moment dat de gelatine bij die chocolade komt, gaat alles vrij snel veranderen. Hè? Dus die chocolade en die gelatine, dat pakt zeer snel samen. Dus wat gaan we nu doen? We hebben onze dooiers. Ja? Onze chocolade en onze gelatine. Wat gaan we nu doen? We doen de gelatine bij onze chocolade. Oké. Gelatine bij de chocolade.
Deze chocolade is warm. Dan mengen we mooi los. Je gaat zien, dat gaat zo'n beetje transparanter worden van kleur. En dan doen we die chocolade bij onze dooiers. Dit is zo. Het is bijna een crème. Je mengt dat mooi met de dooiers. Dan hebben jullie de mascarpone crème, dat klein potje dat daarbij staat. Dat staat klaar gevuld. Dat is mascarpone. Dat gaat daar ook bij. De mascarpone daaronder mengen. Dus jullie zien ook een limoen. Je neemt jullie rasp. Ja. Ja. En dan gaan we ook in die moes, in die mengeling, een klein beetje schil van limoen doen. Wat is eigenlijk het grootste verschil tussen een limoen en een citroen in smaak? Limoen is pittiger, is iets fijner, vind ik persoonlijk, van smaak. Ja. Ook lekker in een gin tonic. Maar citroen is totaal anders van smaak. Ja. Ja, kijk, neem daarbij een sinaasappel, een mandarijn, het is allemaal anders. Hè? Ja. Dus je doet daar ongeveer de schil van een halve limoen bij. Zo. En dan gaan we daaronder onze slagroom mengen. Dus we hebben onze slagroom die opgeklopt is. En die gaan we daar nu voorzichtig onder mengen. Dus nu nemen we onze slagroom. We voegen die eraan toe. En nu is het niet meer de bedoeling dat het er gaat beginnen en kloppen. Want dan gaat je al de lucht die je nu room gestoken hebt, die gaat er allemaal terug uitduwen. He? Gewoon, die room ziet je, die is slecht opgeklopt. Ja. Die gaat daarin. En hoe gaan we dat nu mengen? Gewoon rustig dat eronder mengen. Rustig. Gewoon. Neem terug jullie bakje van de slagroom en stort dat daar gewoon in. Dus dat gaan we hier gewoon in ons bakje doen en dan moeten we dat gewoon in een koelkast plaatsen. Dus doe dat liefst een dag op voorhand, dat is veel beter. Hè? Dus nu gaan we beginnen aan het tweede deel van ons dessert, dat is de ananas. Wat gaan we met die ananas doen? We gaan die ananas marineren. Mm-hmm. Ja? Zo. Wat gaan we nu doen? We gaan suikerwater maken. Ik heb ook gemaakt dat recept, ook voor jullie, dat gemakkelijk is, dat je dat op voorhand kunt doen. En dan krijg je ook een andere dimensie met die ananas. Dus wat gaan we nu nemen? We nemen onze pan. Neemt die grootste misschien, dat is gemakkelijkst. Die hebben we achteraf dan niet meer nodig. Dus we nemen nu onze grootste pan. En dan zien jullie daarnaast een bakje suiker staan. Ja? Suiker, dat doen we daarin. En dat is 200 gram. Daarbij gaan we doen. Je ziet dat allemaal in dat bakje liggen. Beetje sterrenijs. Zie je dat? De sterrenijs, de kaneel. En nog vanille. En hier doen we hetzelfde terug mee met de vanille. We snijden die ook in twee. We halen het merk eruit en we doen dat ook bij die suiker. Voilà. Identiek. Dan ziet je daar ook nog een beetje rum staan. Dat potje die er recht voor staat, niet het andere. Maar het potje die recht voor jullie suiker stond, is een potje rum. Ruikt daar een keer aan. Dat gaat er ook bij. En dan moet daar nog bij. Dus we hebben 200 gram suiker genomen, moet daar evenveel water bij. Dus 2 deciliter water.
Dus 2 deciliter water, dat zijn ongeveer 2 van die potjes. Jullie hebben daar water staan voor jullie. Dus neem 2 van die bekertjes water. Dat doen we daar ook nog bij. Zeker dus, dat water is, hè? Dus, normaal klassiek suikerwater is 1 op 1. Dus de kilo suiker op de liter water. Ja. Dat is klassiek suikerwater. Een dus ezel, nu, zeg dat eens. Dat is een massa, die gaan we gewoon even laten opkoken. Want we hebben die massa warm nodig. Ja? Die massa hebben we straks warm nodig om op onze ananas te gieten. Dus wat gaan we nu doen? Dus moment, dat staat op vuur. Zet op nummer 7 of nummer 6, dat dat redelijk rap kan koken. Ondertussen gaan we onze ananas snijden. Dus jullie hebben daar een halve ananas liggen, in zo'n schaaltje. We gaan eerst die ananas schillen. Dus je snijdt het achterste eruit en om die gemakkelijkst te schillen, is dat gewoon langs de ananas rondsnijden. Dus je snijdt eerst mooi plat van onder. Voilà. Je ziet, soms de kop is iets niet ver genoeg afgesneden. Is nog iets te groen. Dus we snijden dat groen daaraf. Voilà. En dan zetten we onze ananas recht en gaan we gewoon die schil daaraf snijden. Beetje de vorm van de ananas volgen. Je hebt dat nog gedaan. En niet te veel meer een keer. Ik zei beter dat we straks nog een toertje doen, dan nog een keer overgaan, dat al die oogjes daaruit zijn. Ja. Oogjes noemen we dat, hè? Ja, oogjes. Dus nu gaan we nog een keer... We gaan nu nog een toertje doen. Ziet hij mooi, mijn draaiende beweging. Anders zit je nul van je ananas kwijt. Hè? Tuurlijk, ja, met een machientje kan dat ook. Hè. Je hebt wel een chic mes. Is het waar? Ja. Ik ben gewoon van met dat mes te werken. Dus. Wat gaan we daar nu mee doen? Normaal gezien doen we ook dat hart daaruit. Ja? Dat gaan we nu niet doen. Het hart bedoel je? Het hart. Pas op. Het hart eruit. Het hart eruit. Pas op. Excuseer voor mijn gebrekkig Nederlands. Te sexy. We gaan dat er nu laten inzetten. Waarom? Omdat we die ananas gaan marineren. En dat kan dan geen kwaad. Dat mag er gerust blijven inzetten. Nu gaan we die ananas plat op onze plank leggen. Dus met de bolle kant naar boven. Is dat goed? In ja, het ABN? Met de bolle kant naar boven. Ondertussen kijkt ook nog naar jullie suikersiroop, of dat die mooi gekookt is. Dus het is wel belangrijk dat al dat suiker gesmolten is. Hè. Ze mag wel lekker opkoken. Hè. Dat kan geen kwaad. Hè. Dus je mag lekker koken, al het suiker gesmolten. En dan gaan we die op kant zetten. En daar moet je niet in roeren? Daar moet je niet in roeren. Nee? Nee. Dus dat water lost die suiker op, daar gebeurt niks mee. Nu gaat hij nog een klein beetje infuseren. Hè? Dus nu onze ananas. Nu gaan we een beetje snijtechniek doen. Snijtechnieken? Ja. Nu gaan we die ananas ga ik vragen aan de cameraman. In fijne tranches snijden. De hand van de meester noemen we dat. Kijk, hè? Dat is belangrijk dat je fijne tranches snijdt. Ja. Maar zo stil in de zaal. Dat is opperste en concentratie. Het is ook belangrijk dat je dat een dag op voorhand doet. Ziet je? Onze schijfjes ananas, die leggen we mooi terug in ons bakje. Dat speelt geen rol dat dat mooi over elkaar ligt. En dan nemen we onze warme suikersiroop met de rum, met de sterrenijs, kaneel, vanille. En dat gieten we daarop. Warm erop. Schoon, 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 schoon. Alles erbij. Mooi, hè? Ziet je? En dan wat dat het gemakkelijkst is. Natuurlijk, als je iets grotere pot hebt, is het misschien iets gemakkelijker, maar oké, dat zal wel lukken. Foliepapier. Juist, hè? En dan gaan we dat afdekken. We gaan dat mooi afdekken. Dan kan er niets van aromaten weg. Alles blijft daar mooi in. En in feite gaat hij een stuk door die warmte ook nog een stuk haren. Ja,
Ja, je ziet dan direct aan. Voilà. En ondertussen marineren. En hoeveel uur of hoeveel dagen? Ah, ja, want nu is het in feite kort. Het beste is een dag op voorhand. Ja. En dan in de koelkast. Dan gaan we dat straks gebruiken bij onze moes. Schrijf gewoon die crumble. Je giet op je bakpapier op die plaat. Voilà. En wat doet je? Je duwt dat gewoon een beetje open met je hand. Meer moet je daar niet aan doen. Chef, in principe zijn de minuten om. Zijn de minuten om? Oké, we gaan direct even kijken. Ja. Kijk, je doet dat gewoon een beetje plat. Die crumble. De crumble erin. Ook goed. Zijn die passievruchten in twee? Dan gaan we die gewoon uitknijpen daarin. Ja. Voilà. De vrucht van de passie. Een beetje sap van limoen. Ja. Even snijden, dat er het sap gemakkelijker uitkomt. Thank sap you. Van limoen. Er ligt daar ook nog een vanillestokje. Gaan we ook, terug omdat we met die ananas die vanille al gebruikt hebben, gaan we hier terug het merg eruit doen. Dus dan duwen we daar de vanille bij. Dan zie je daar ook een klein beetje olijfolie staan. Die doen we ook bij die passievrucht. Olijfolie. Voor bij het dessert, ja. Heel graag de ananassen uit de frigo. En jij wilt echt niet proeven, hè? Nee. Voilà, ondertussen komt de crumble hier helemaal perfect uit de oven. Dus we hebben onze passie, vanille, limoen, sap en de olie. En daar doen we nu, want passie is toch vrij zuur van smaak. Daar doen we nu een drietal eetlepels suikersiroop bij. 3 à 4, dat is een beetje, dat moet je echt gaan proeven. Want iedere passievrucht is anders. Het is een kwestie van ja, de zuurtegraad die daarin zit. Dat doen we daarbij. Dat is dat gewoon op die cutter, op die magimix, gewoon daarin. Je had gezien, gaat je een mooie coulis krijgen. Dus het beste van een passievrucht zit rond die vruchtjes. Dus je moet dat even loskutteren, maar ook niet te lang, hè? Want anders gaat je een grijze massa krijgen. Dan gaan al die pitjes kapot gedraaid zijn. Hè? Ja. Ziet je? Ja. Nu zit de jus daar al langs. Geweldig. En dan is ook iets, alsjeblieft, doe dat gerust op voorhand. Doe dat allemaal niet op het laatste moment. Dan neem je jullie zeefje en je zeeft dat even door. Maar het probleem is, die pitjes die kunnen soms zeer bitter zijn van smaak. Kijk, dat doen we gewoon even door dat zeefje. En dan gaat je een mooie coulis hebben. Met die smaak van een klein beetje olijfolie daarin. Ja, nee. Maar oké, we kunnen al echtjes beginnen aan het dresseren van het bord. Ja. Dus hier is het ook, je doet ermee wat je wilt. Maak er dan een ronde carpaccio van. Leg er dan doeken van je bord. Doe ermee wat je wilt. Hier gaan we gewoon. Neem onze schijfjes ananas, we gaan dat gewoon in het midden van het bord dresseren. Maar nu ziet je, die schijfjes zijn al vrij hard. Ja? Ja. Als je dan een dag of 2 dagen daar laat inliggen, worden die volledig slap. Ja. En gaat ook zien dat de kern, ja, die nu nog hard is, die wordt volledig doordrenkt. Ja. En zonder dus, echt uiteen te vallen. Ja, en echt, maar doe dat alsjeblieft een dag op voorhand. Dan gaan we hier gewoon... Voilà. Schijfje na schijfje. Allemaal schijfjes ananas leggen. Dan nemen we onze al de chocolamoussen eruit. Dan nemen we de chocolademousse. Dus dan gaan we gewoon... Kijk zo.
Je kunt dat normaal gezien ook in één keer doen, dat je dat niet moet. Anders doe je dat met twee lepeltjes, zo. Ja. Dan leg je daar zo kanellen op. Ja. En dan pak je nog zo kanellen. Ziet je dat? Dan leg je daar ook op. Dan maak ik het meteen echt, hè. Hebben we nog een beetje... Goed, onze rasp. Waar was die? Nee. Ach, pardon, excuseer. Nou, onze limoen. Gaan we nog een klein beetje verse limoen op raspen. Nog een beetje zesten. Een beetje zesten. Dan hebben we een klein beetje munt. Die laten we al op de tafel staan. Daar kun je nog een garnituurje mee maken. Een takje munt daarop. Ja? En dan hebben we nog onze krumbel. Onze krumbel. En daar doe je een klein beetje los. En dat is altijd leuk als je gerecht hebt waar dat een beetje textuur in zit. Waar het zachte, het harde. Dus daarvoor die krumbel. Dan leggen we zo een klein beetje naast die kanelletjes. Kanelletjes, ja. Ben mee. Ik weet niet hoe het met jullie krumbel gesteld is, maar deze ziet er wel heel krumbelig uit. Voilà. Mooi, hè. Ziet je? Ja. En dan is dit het resultaat. Nee, nog niet, hè. Nee? Ah, nee, onze dingen. Onze coulis, hè. Onze coulis. En dan hebben we onze coulis. We gaan er hem nu al op doen. Maar als je dat thuis doet ook, doe dat echt het laatste moment. Of doe dat aan tafel met een saucierken of in een potteken. Dat is altijd leuk. En dan ziet je, heb je ook die... Het is een kwestie van smaak, want dat loopt direct open. Kijk, en dan doe je daar een klein beetje zo coulis op. Op je ananas. Voilà, en dat is het dessertje. En hoe noemen we dat dessertje nu met een mooi woord? Gemarineerde appelmoes met mousse van witte chocolade. Voilà, door de enige echte Peter Goossens, dames en heren. Alsjeblieft. Applausje voor jullie zelf. En voor... Dat zijn jullie.